Hoi iedereen, ik ben Chantal van Kraftmama en vandaag ben ik hier met een sketchbook tour. Ik heb in een maand tijd dit hele sketchbook met van alles nog wat volgevuld. En ik denk, ik vind het leuk om jullie dit allemaal te laten zien wat ik erin heb gedaan. Dus we gaan bladzijde voor bladzijde er gewoon even doorheen. Kun je ook een aantal dingen zien die ik allemaal gemaakt heb. Die ik ook bijvoorbeeld voor Kawaii Wereld heb gemaakt. Nou, laten we hier vooraan gaan beginnen. Ik ben 23 december ben ik begonnen dus met dit sketchbook. En als eerst heb ik dus Pumba getekend. Met Hey Hey van de nieuwe Disney film Moana. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg schattig gelukt. En daarom zet ik de datums erbij dat ik precies kan bijhouden van wanneer ik wat getekend heb. Deze deed een beetje doordrukken, dus ik heb alles op één enkele pagina gemaakt. Dit was echt een doodlepagina waar ik een beetje aan het uitproberen was. Gewoon een beetje aan het proberen was, wat woorden aan het schrijven was. Maar kleine noedeltjes. Nou, hier ben ik aan de tekening begonnen, maar niet afgemaakt omdat ik gewoon... Ja, omdat ik het niet voelde. Eigenlijk is het een zeemermin. Ja, ik heb ook geen zin om hem af te maken. Want het idee wat ik had was weg. Dus dat ga ik niet meer afmaken. Dan komen we hier bij deze. Ik zal de pagina's draaien trouwens. Dat is makkelijker voor jullie als anders getekend. Ik heb een klein karaktertje ontwikkeld. Dat is mijn fairytje. En dan ben ik proberen om daar meerdere dingetjes van te maken. Dus ik ga proberen digitale stempeltjes van te maken. Zodat die ingekleurd kunnen worden. En hier heb ik er nog een veetje getekend. Dan komen we hier weer bij de digitale stempels. Ik wilde maar een slinger gaan maken. Het zijn allemaal ideeën. Ze zijn allemaal niet uitgewerkt hoor. Dus ze zijn allemaal niet goed. Maar treintje, alles erbij. Hier heb ik er in een theekopje getekend. Eigenlijk heel erg schattig. Maar ik moet het hier nog wat verder uitwerken. Want ik was niet helemaal tevreden hoe ze eruit ziet. Maar... Deze vind ik wel super leuk. Het is een. Ja, dit is dus op een cupcake geworden. Of met een cupcake op cadeautjes geworden. Die vind ik heel erg leuk om in te kleuren. Hier heb ik er getekend met een paraplu. En ik weet niet of ik deze ga gebruiken, maar ik vind het wel heel erg leuk. Even kijken, hier ben ik bezig geweest met baby's ontwerpen voor kaartjes. Dus. Dit wordt ook een digitale stempelset die ik heb getekend. Ik heb ze al in de computer staan. Ik moet ze alleen nog even klaarmaken om te kunnen printen. Maar die kunnen we dus straks kopen als complete set. We hebben dus deze baby gemaakt uit een wandelwagentje. Ik heb hier een baby aan een waslijn en een boy girl erbij en van alles erbij. Met een strikje erbij, dat je een strikje eroverheen kan tekenen en eroverheen kan zetten. Ik heb hier... Ik heb dus een baby getekend met een knuffeltje. Die vind ik zelf heel erg leuk gelukt. Dus met een konijntje. En hier heb ik weer... Dit is de baby die ik heb gekleurd in mijn Shrinky Dinky video. En hier is de baby in een wastobbe. En die vind ik ook heel erg leuk. Voor in de digitale stempelset. Dan heb ik deze gemaakt. Dat is een baby die een ster omhoog houdt. En have a very good day. Dus een beer met een cadeautje. Deze is ook super schattig. Dus de baby op een maan. Die vind ik ook heel erg leuk als een kleurplaat inderdaad. Ik ga ook inscannen allemaal. Ik moet ze allemaal nog inscannen en allemaal nog bewerken op de computer. Maar goed. En hier ben ik de baby's aan het tekenen in kleren. Dus in een koeienpak en in een tijgerpakje. Super schattig. Dan komen we nu in wat tekeningen die ik heb gemaakt voor Kawaii Wereld. Daar heb ik ook al video's van gemaakt. Sommige nog niet hoor, maar de meeste wel. Dit is een octopusje die ik heb getekend, een inktvisje. Het staat ook al op Kawaii Wereld. Pita Plant. Ik zal de link van de video's zal ik ook even bovenin geven van waar ik die getekend heb. Dus dan kun je ze ook zelf tekenen. Pita Plant is van Shopkins. De Mimi, ook van Shopkins. Sneaky Sneaker van Shopkins. Pie in een pot, volgens mij is dit. Voor Shopkins. Penny Pencil, ook super lief natuurlijk, super schattig. Ik weet niet hoe deze heet, maar ik vond het gewoon grappig het toiletpapier te tekenen. En hier is weer een ander soort babystijl waar ik aan het oefenen ben. Die ik leuk vind om te maken, die Allergaddis baby's zijn dat. Vind ik ook heel erg leuk gelukt. Dit wordt ook een digitale print trouwens, heb ik ook al ingescand. En dan ben ik hier bezig geweest om Disney prinsessen te tekenen. En
Hier was Rapunzel's gezicht een beetje raar gelukt, omdat de mond een beetje verder is gekomen. Als de mond wat minder ver is, ziet het er wat beter uit. Als je het weghaalt. Die heb ik ingescand, dus die, moet ik nog even, die ga ik nog even bewerken dat ik er een grotere afbeelding van ga maken. Bellen is ook een beetje, ja, was gewoon een beetje een schetsje, een beetje aan het oefenen. En hier heb ik een plaatje eruit gescheurd, omdat daar inkt op was gekomen, dus die heb ik eruit gehaald. Normaal doe ik nooit bij schetsenboek iets eruit halen, maar goed, bellen, even bellen en beest op zich ook heel leuk. Hier is weer een veetje wat ik heb getekend. Correct. Hier was ik een beetje gewoon aan het schetsen van een foto, maar dat ben ik totaal niet goed in, dus dat moet ik even kunnen zien trouwens. Dan heb ik wat Pokémon's getekend in chibi vorm. Chansey, Diglett, Pikachu, Manga ook natuurlijk. Butterfree, Squirtle, Jigglypuff, of Wigglytuff is dat, Wigglytuff. En dus probeer ik Staryu te tekenen, of Starmie had. Sorry, ik moest even gapen. Snorlax. En natuurlijk... Victreebel. Ja, weet ik even niet meer. Dragonite. Magnemite. Destiny in ieder geval. Pidgeotto. Allemaal Pokémon die ik heb getekend. Hier heb ik logo voor Kawaii Wereld ontworpen in ieder geval. Moet eigenlijk een beetje mezelf voorstellen, maar... Dus mezelf met penseel en kwasten en weet ik veel niet. En ik heb hier de afbeelding al klaar van. Die zal ik jullie even laten zien. Die heb ik ook verder ingekleurd. En dat is heel grappig gelukt. Hier, 5 januari heb ik een meisje getekend. Met een Pikachu outfit. En dan moet ik even wat verder bewerken. Ik vind het heel erg schattig. En sommigen hebben mij gevraagd om een Instagram logo te tekenen. Dus ben ik aan het oefenen. En ik heb een klein vleermuisje getekend. En je zit hier dus pas op 5 januari. Hè? Dus al die tekeningen hiervoor, dat heb ik allemaal in een 2 weken tijd gedaan. Dus je ziet hoeveel ik oefen. Tekenen is gewoon heel veel oefenen. Hier zijn allemaal kawaii dingen die ik heb getekend. Bijvoorbeeld deze heb ik al getekend. En ik heb die ook al getekend als een video. Kun je oefenen ook vinden. Onigiri heb ik hier gemaakt. Een blikje drinken. Hier had ik mijn eerste brushpen binnengekregen. De Zik was het. Ja, de Zik. En dan was ik een beetje het oefenmaat van de brushstroken. En dan heb ik snoepjes getekend. En dat was gewoon puur een kattend persoontje. Gewoon eventjes uittesten van hoe kan ik ermee schetsen. Toen ben ik begonnen met... brush. Met de brushpen. In ieder geval met handletteren. Dus dat is 8 januari geweest. En dit zijn een aantal dingen. Dit is het eerste wat ik dus gemaakt heb. Dus find creativity in everything. Dit was een van de eerste uittesteltjes die ik heb gedaan. En hier heb ik een compleet alfabet gemaakt. Oh, sorry. Oh. Ja. Sorry, ik blijf aan het gapen. Ik ben moe. Oh, ik ga zo naar bed. Hier zijn alle de kinderen al een paar dagen allemaal doodziek. Dus we hebben hier flink griep allemaal. Dus. Hier zijn allemaal brushpennen. Of in ieder geval het type wat ik heb geoefend. Hier ging het al wat beter. Hier kun je ook al zien dat je... Je ziet de brushpen merken heel goed. Dus dat ik er verder overheen ben gegaan. Nou, ik moet in één keer doorgaan dat je dat niet hebt. Het gaat al een stuk beter als hier. Dus brush, handlettering. Kraftmama, regenboog, brush, tools, vlog. Dan komen we weer in een digitaal sample setje waar ik aan het oefenen voor ben. Of in ieder geval wat ik onderwerpen ben. Dus allemaal draakjes. Die vind ik wel echt wat gelukt. En die is ook heel leuk. En die heb ik ook gebruikt om een krimpje denk ik voor Lima. Draakjes zijn leuk. Dan komen we hier in mijn... Oh, hier is mijn kleurpagina die ik ontworpen heb. Dus De L die jullie allemaal hebben gezien. En ook geïnkt heb. Dan heb ik deze gemaakt. Hello Pretty. Een heel leuk ontwerpje. Moet ik nog wat verder uitwerken hoor. Kijken of er nog wat meer mee doen. Maar ik vind het wel leuk. En dit is een meisje die ik heb getekend. Die vind ik heel erg mooi gelukt. Ik denk dat ik hem nog wat groter. Ik denk dat ik hem even ga inscannen. En even vergroten. Dan even opnieuw uitprinten. En dan even opnieuw overtekenen. Dat ik hem dan ga inkleuren zelf in een video. Maar ik vind het heel erg mooi gelukt. Dan zijn hier nog een paar Pokémon die ik heb getekend. Squirtle, vast voor na te tekenen.
Bulbasaur, je hebt er al nagetekend. En Piplup. En dan hebben we hier weer hetzelfde meisje als in het begin. Waarmee ik nog een dingetje uitprobeer. Ik moet een beetje oefenen met wat ik precies het leukste vind. Maar ik vind, op school vind ik het wel leuk. Zo met een briefje. Wat ik naam aan het verzinnen. Ik had boeboes verzonnen. Dat die veetjes boeboes heten. Dus ik moet even kijken. Een brushpen een beetje uitproberen. En dan komen we weer bij het draakje. Dan heb ik nog wat dingetjes ontworpen. Ik weet niet of je het goed kunnen zien. Maar ik vind... Die moet ik nog eventjes wat verder uitwerken. Maar hier heb ik hem met een bloemetje getekend. Want ik heb hem nou als een... Hier heb ik hem gewoon normaal getekend. Als een draakje. Maar hier heb ik hem als een knuffel getekend. En ik denk dat ik er een knuffel van ga maken. Dat het echt een knuffeltje is eigenlijk. Dat is het idee. En dit is dus op 12 januari. En dan hebben we hier dus twee teddybeertjes en de unicorn die ik samen met Daphne heb getekend. De eenhoorn. De prinses die ik samen met Daphne heb getekend. Een varkentje. De robot van mij en Jake. Ook heel erg leuk. Pressy present. Dus het is ook van Shopkins weer. En hier was ik aan het oefenen voor een ding wat ik wil gaan schilderen. Ik wil voor de kinderen een bord schilderen met alle dingen erop van de geboorte. Maar dan moet ik nog even wat meer oefenen wat ik dat wil gaan doen. Hier hebben we een lief schattig aapje die ik ook heb getekend voor Kawaii Wereld. Maar die jullie nog moeten zien. Hier hebben we hetzelfde meisje weer, de boeboe weer met... Een sjaal in de wind. Gewoon even een uitprobeerseltje. En hier heb ik een ander lettertype. Via defont.com gevonden. Die was dan aan het oefenen met de namen. Dus gewoon Daphne, Jake, Riley. En ik had nog plaats over. Dus ik heb gewoon Haley opgeschreven. Waarom weet ik niet. Vind ik een mooie naam. En familie. En dan Geert Chantal. Mijn eigen naam nog. En Love. Dus om nu aan het oefenen. Hier hebben we verschillende lettertypes die ik aan het oefenen ben. En hartjes. En love. Het is wel leuk om zo alles te zien. Dat je alles zo terug kan kijken van waar je bent. Het is wat sierlijke lettertypen met krulletjes. Met wat doedeltjes eromheen. En hier is dat sierlijke lettertype nog een keer. Gewoon het hele lettertype geoefend. En wil je meer van die lettertypes zien? Ik heb allemaal oefenbladen gemaakt. Die kun je ook op mijn blog terugvinden. Van lettertypes, dus ben ik nog mee bezig voor jullie. Dan hebben we hier het geitje wat ik heb gemaakt. Dat kun je ook al bovenin vinden op Kawaii Wereld. Dan heb ik hier een monstertje en dit is Poek. En Poek heb ik samen met Jake ontworpen. Dit is monster wel getekend, maar Poek dat is een verhaaltje wat we geschreven hebben. En dit is eigenlijk de concepttekening daarvan. Dus dan hebben jullie vast een beetje stiekem gezien. Dit zijn smileys die ik heb getekend voor Kawaii Wereld die ik nog wil gaan maken. Gewoon allemaal verschillende soorten smileys. Vind ze eigenlijk wel erg leuk gelukt. En dan kom je hier ook weer verder bij Poek. Dit is hoe Poek qua kleuren eruit moet komen te zien. En zijn mama. Daar gaat het verhaal ook over. Dan hebben we hier nog wat meer brushletter oefenen. En helaas, ja kijk, het is, de marker is doorgedrukt. Dus ik denk van ja... Gooi die pagina gewoon helemaal vol. Hier ook heb ik die nieuwe brushpen gekregen. Kijk, het gaat al beter dat je kleuren niet zoveel van elkaar heen ziet. Maar het is echt die oefening die je continu moet doen voor echte controle eroverheen te krijgen. En nog wat meer. Maar dit vind ik al een stuk mooier. En ja. Nog drie oefeningen. Dus Life, Adventurous en Beautiful. En hier heb ik dan Smile, Create, ook wel oefeningetjes tussendoor. En dan kom je hier bij wat figuurtjes die ik getekend heb. Dus die komen ook allemaal nog op Kawaii Wereld. Dus een slakje en een lieveersbeestje. En dan heb je wat teksten erin staan. Dus let today be the start of something new. En ja, die vind ik wel mooi. En
Love, let love shine. Hier nog wat doodeltjes. Verschillende doodeltjes. En hier heb ik een droomvanger en nog een alfabet die ik geoefend heb. Hier heb ik live, love, love. En hier heb ik ook twee dingen staan wat ik nieuw heb. Dat ga ik jullie laten zien. Hoe je zelf deze techniek kan aanbrengen. Dus hoe je zelf in iedere tekst zo'n glimpfolie kan aanbrengen. Even kijken, volgens mij was ik hier gisteren gebleven. Oh ja, hier is het vosje wat ik had getekend. Hier is het poesje en een bijtje wat ik heb getekend. En dan was ik bezig met een ooievaartje, maar die is er niet helemaal af. Dan kom ik hier aan nog wat handgeschreven teksten. Dus I love you. En nog wat oefeningen met de brushpad en ook het glimmende materiaal weer. Today is when your book begins. The rest is still unwritten. Vind ik echt een heel mooi liedje. Tasha Bedingfield. En een mooie quote. Mooi gelukt. En hier kom ik nou bij. So many smiles. So many of my smiles begin with you. Die vind ik ook wel mooi gelukt. Dan heb ik hier voor Valentijnsdag. Ben ik eentje aan het oefenen voor een Valentijnskaartje. Die we gaan maken. En hier zijn rozen die ik heb getekend. Maar die zie je juist. De achterkant zie je er alweer eens doorheen. Dus dat is nader als een dun boek. Komt het allemaal doorheen. Maar goed. Daarom doe ik het liefst eigenlijk maar op één bladzijde. Geniet van de kleine dingen. En dan met allemaal dingetjes erbij getekend. Ook leuk zo met die streepjes. Kotsende regenboog. En dit zijn ook de poppetjes die ik aan het ontwerpen ben. En die vind ik wel heel erg leuk gelukt. Ik denk dat ik hier ook meer van ga tekenen. Voor digitale stempels. En dat noemen ze ficties. Dus er zitten dus veetjes en pixies in. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar ik moet een andere naam verzinnen. Dus. Hier is de roos die ik heb getekend voor Kawaii Wereld. En die is ook heel leuk voor mijn Valentijnsdagkaartje. Dus als jullie willen zien kun je ook bovenin dus vinden. En hier zijn nog twee dingetjes die ik wil gaan tekenen. Dus Baby Pikachu en een aapje. Dat is al bijna op het einde. Dit is Luma. En ook hier heb ik macarons getekend. Een diamant die ik met Jake heb getekend. Super Mario, nog wat sterretjes. Dus ik teken, zoals je ziet, ik teken heel erg veel. En dan komen we hier op het einde aan. Nou is het boek uit. Nou, dit was dus mijn schetsboek van januari van afgelopen jaar, van afgelopen maand wat ik eigenlijk gemaakt heb. En zoals je ziet heb ik in een maand tijd dus heel veel gedoodeld. Zoveel teken ik eigenlijk altijd om een beetje mijn kwaliteit op hoogte te houden en om het ook steeds beter te kunnen. Dus wil je nou beter leren tekenen, doe je best. Kleur gewoon heel veel, teken heel veel, koop een schetsboek. Blijf gewoon tekenen, blijf oefenen, blijf proberen. Wat ik dus doe is heel veel uittekenen met potlood en daarna met dikke stift eroverheen gaan, zodat ik het goed kan zien. Ja, het is dus zeker een aanrader om altijd een schetsboek met elkaar te bewaren. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Wil je nog meer leuke dingen zien? Of wil je zien dat ik een van deze tekeningen in het groot uitteken? Laat me dan even weten onder in de comments. En welke van deze tekeningen vonden jullie het allermooiste? Ik wens jullie een hele fijne dag. En onthoud jongens, be unique. Doei! Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet niet om je te abonneren. En geef natuurlijk een duimpje omhoog. En laat weten wat je graag nog meer wil zien. Ik wens je allemaal een hele fijne dag. En onthoud jongens, ben altijd creatief. Doei!